Jan de Boer, fractievoorzitter van de SP. In de gemeenteraad wordt al heel veel gesproken over vuurwerk. Maar er wordt eigenlijk nooit een besluit over genomen. Jij wilt het besluit nu forceren. Nou ja, er is een inspreekster geweest, begin van het jaar, mevrouw uit Zwifterband. En die had een heel goed verhaal over de overlast die het bezorgt bij oudere mensen. Maar ook mensen met dieren die geen kant op kunnen. Mensen die hardhorend zijn. En dat was zo indrukwekkend dat eigenlijk de hele raad dan op dat moment zegt, ja, dat kunnen we ons bij voorstellen en dan gaan we met maatregelen komen, dat moeten we doen. En dat heb ik in mijn oren geknoopt en we zitten nu in september en ik denk, dan moet er nu maar eens een voorstel komen, want we hebben nog 4 maandjes te gaan, dan is het eind van het jaar en dan moet er maar iets op papier staan en sterker nog, dan moet er misschien een regelgeving zijn waarin we ons proberen daaraan te houden. En wat zijn de regels zoals jij ze voorstelt? Nou, ik stel eigenlijk voor dat in alle kernen, dus Biddinghuizen, Zwifterband en Dronten, er gewoon een centrale plek is waar het mag. Hè. Daar mag afgestoken worden op de tijd die daarvoor staat. Dat is nu ook al beschreven, je mag niet buiten die tijden afsteken. En daar buitenom is het gewoon verboden, einde verhaal. En dan moeten we denken aan een plek als een plein of een wijk? Of hoe groot, wat voor oppervlaktes denken we dan aan? Ik denk dat voor de hand ligt dat, dat zouden ook meerdere plekken kunnen zijn natuurlijk, want in West heb je best een heel groot open stuk waar geen woningen zijn, waar veel groen is. Ik kan zo een paar plekken noemen, achter Albert Heijn om eens wat te noemen. En zo zul je in het centrum misschien iets hebben wat niet te dicht bij de dieren parkje zit, maar toch ook weer een groot stuk groen. Waar moet je dan aan denken? Misschien achter de moskee of zo, ik weet het niet, zoiets wat ook niet te dicht bij de woonwijk is. Maar dit zijn gedachten. Ik heb de waarheid niet in pacht of de wijsheid niet in pacht, want dat moet de gemeente met elkaar ontwikkelen door er met elkaar over in gesprek te zijn, te zeggen, zo gaan we het voortaan doen. Hoe groot acht je de kans dat de meerderheid van de gemeenteraad met je meegaat? Daar durf ik geen uitspraak over te doen, want de argumenten zijn niet altijd leading in machtsverhoudingen.